Melle, 0-0, Excelsior. Kan je tevreden zijn? Op basis van de eerste helft wel. Op basis van de tweede helft niet, denk ik. Ja, je hebt het over de eerste en de tweede helft. Wat voor veranderingen hebben jullie daar in de rust toegebracht, zodat het beter liep de tweede helft? Ja, we zijn natuurlijk meer opportunistisch gaan spelen. Ik denk ook, we wisselen ook van formatie. Net 15 minuten volgens mij. En dan merken dat je toch meer druk op krijgt. Excelsior gaat ook meer de lange bal spelen, dat je uiteindelijk ook zelf meer kan voetballen. Dus ik denk dat dat vooral het verschil was, dat we dan meer opportunistisch gingen spelen en dan ja, eigenlijk Excelsior terug dwong. Jij hebt het over opportunistisch spelen, dan ga je daar ook naartoe wisselen. Geeft het dan aan dat jullie een best brede selectie hebben die dicht bij elkaar zitten? Ja, een brede selectie weet ik niet. We hebben wel gewoon goede jongens van eigen jeugd. Je ziet Mats erin komen die gewoon geweldig doet. Dus dat hebben we wel. Alleen een brede selectie weet ik niet of ik dat kan zeggen. Want volgens mij de bank is gemiddelde leeftijd van 18, denk ik. Maar ze deed het gewoon hartstikke goed toen ze erin kwamen. Dus complimenten naar hun. Ja, dan zie je ook als er veel eigen jeugd inkomt, dan zie je dat het publiek erachter gaat staan. Ja, maar ik denk dat het vooral los van het feit dat het eigen jeugd is, dat het gewoon echt een jongen is die veel pit brengt. En dat heeft soms zo'n wedstrijd nodig. En je merkt dat dat is gewoon gewaardeerd hier. En dat hoort eigenlijk gewoon de basis zijn. Dus net als jij, hij deed heel goed toen iedereen kwam. Dus complimenten naar Mats. Ja, een overwinning tegen NEC natuurlijk vorige week. Nu een gelijkspelletje. Ja, als je kijkt naar de ranglijst, is dat een stijgende lijn. Zien jullie dat ook in jullie spel? En hoe zit het bij de club? Uiteindelijk met de stijgende lijn gaan we wel een paar plekjes omhoog, denk ik. Alleen het voetbal moet wel beter. Ik denk dat we veel meer kansen uit gewoon echt uitgespeelde kansen moeten creëren. Ik denk dat er nog te veel op momenten is. Alleen daar zijn we keihard mee bezig en ik denk dat het uiteindelijk wel goed komt.